Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 28 april. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik heb onwijs last van mijn nek. Want mijn kussen lag heel plat, dus die heb ik net even opgeschud. Dus ik hoop dat het nu vannacht wat beter zal gaan met slapen. Dus ja, dat is even weer wat minder. Maar goed, daar had ik de vorige weekvlog natuurlijk ook al heel veel last van. Hé, Mickey, doe eens even normaal. Ik schrok net toch wel even hoor, toen ik op social media keek en ik de rijen bij de winkels zag. Ja, Nederland is vandaag weer een stukje open gegaan, dus ik weet niet of de terrasjes al vol zitten. Dat zal ik vanavond in het nieuws zien, maar de winkels die hadden flinke rijen. Dus ik denk dat die wel eventjes lekker omzet gaan maken. Maar ja, het is wel te hopen natuurlijk dat ze dit nu kunnen voortzetten en dat we niet weer op slot hoeven. Maar ja, dat is eventjes afwachten. Gisteravond heb ik naar Goede Tijden een heel erg leuk programmaatje gekeken. Dat was nieuw, dat was op RTL 4. Dit werd gepresenteerd door Martijn Krabbe. Ik weet alleen even de naam van het programma niet meer. Maar dat waren twee topchefs. En het was de bedoeling dat hun een product gingen namaken. Dus het moest het zo dicht mogelijk bij het origineel liggen. En nu moesten sultanen namaken. Het leuke was, de kijker kreeg ook echt een kijkje in de fabriek waar sultana gemaakt werd. Dus wij zagen ook de ingrediënten en dan zag je eigenlijk al waar het bij de chefs fout ging. Hun gebruikte boter in hun beslag en dat deden ze dus in de fabriek niet, want hun gebruikte olie. Dus ze kwamen niet heel erg dicht in de buurt, maar dan is er eentje zeg maar die wint en die gaat naar de halve finale. En ze moesten ook die gaatjes die in sultana zitten heel precies namaken. En dan de een doet het met een cocktailprikketje. De ander had een houtje en daar had hij allemaal spijkers ingeslagen om de gaatjes te maken. Dus je ziet eigenlijk wel heel veel creativiteit. En de ander die had weer een smaakaromaatje, want ze moesten geloof ik de appel en bosbes namaken. Dus ja, het was best wel heel leuk. Het was eigenlijk leuker dan ik had verwacht. Dus ik was best wel verrast hierdoor. Heb ik nou een vlek? Nee, dat lijkt zo denk ik. Ja, ik zie wel wat viezigheid, dus ik moet hem zo even schoonmaken nog een keer. Dus dat was eigenlijk wel heel erg verrassend leuk. Daarna ben ik ook eigenlijk gewoon aan het werk gegaan voor YouTube en voor de blog. Want ik heb de foto's zo goed als af. Ik geloof dat ik er nog eentje moet. En dan nog een paar foto's voor de close-up beelden. En dan nog eventjes de producten die ik heb getest. Dus nou ja, dat komt vanavond wel af. Dan kan ik het artikel schrijven. De vlog is af, dus dat is ook lekker. En daarna ben ik eigenlijk weer verder gegaan met Grenzenland en Mokro Mafia. Dus dat was verder mijn avond. Dus op zich wel relaxed. Ik ga nu de woonkamer zo doen. Daar ga ik jullie bijzetten. Ik heb nu de grote schoonmaak. Dus ik ga alles even lekker doen. Ik ga de kleden even in de was gooien die hier op de bank liggen. Dan zijn die ook weer even lekker fris. Ik heb gisteravond nog eventjes de zwarte was opgehangen. Dus nu is het ook weer even klaar met wassen. Want nu moet eerst alles droog worden. Want het is hier nu vol. Dus dat. En ik ga jullie erbij zetten. En als ik klaar ben ga ik nog even lekker bullet journalen. Dus dat wordt verder de planning. Dus ik ga eventjes mijn bril schoonmaken. Dan ga ik eventjes eerst hier eventjes met de ragenboel overal langs. En dan gaan we lekker aan het schoonmaken. Ga je muziekje aanknallen en dan is het tijd om wat te gaan doen. Dus dat is de planning.
Zo, woonkamertje is weer schoon, wel lekker. Ik ben iets langer bezig geweest. Ik heb niet heel lang geknutseld. Ik heb even een voorkant gemaakt voor december van mijn mus. En is het eigenlijk voornamelijk heel veel gaan plakken. Dus dat komt wel. Maar ik heb het al voor elkaar. Ik heb een eerste vlieg in huis. Heel bijzonder hoe die binnen is gekomen. Ja, moet via de keukendeur zijn geweest. Maar het is allemaal weer lekker fris. De kleden die staan nu eventjes op de centrifugeerstand. Dan komen ze er eigenlijk nagenoeg droog uit. Dus dat is top. Dus ja, dat eigenlijk. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond eigenlijk weet ik het nog niet. Ik heb wel goede tijden, maar daarna is er niet heel erg veel meer. Dus ik ga even kijken. Misschien dat ik nog wel eventjes waar doen ze het van ga kijken. Want daar ben ik ook nog niet doorheen. Misschien dat ik dat wel even lekker ga doen. En verder ga ik mijn artikel schrijven die heel groot is. Ik moet nog even een thumbnail maken voor de vlog. Vlieg ga zitten, want je gaat eraan. Kan er niet tegen. Katten hebben nu lekker gegeten. Die ligt er echt aan de zakjes wat erin zit. Deze vonden ze dan wel weer lekker. Maar dit was met kip. En dat is meestal wel in de goede smaak. Maar goed. Dus even afwachten. Dat wil ik dan misschien even gaan kijken. Verder ga ik gewoon lekker schrijven en een thumbnail maken. En oh ja, ik heb geen wattenstaafjes meer. Die moet ik morgen even gaan kopen. Ja, verder eigenlijk niet heel veel op de planning. Ik ga even verder met Grenzenland. Vanavond heb ik weer oogappels. Ik had nog wel een heel vervelend dingetje. Ik heb vorige week zondag heb ik mijn televisie of dat kastje gereset. Want er was iets. Ik weet niet meer wat. Maar die had ik toen even gereset. Want het internet deed vaag. Dus toen had ik hem eventjes gereset. Nou, toen deed hij het weer. Maar sindsdien was ik eigenlijk de informatie zeg maar kwijt die onder... Als je zapt staat er altijd van die zenderinformatie. En die was ik kwijt. En dat vind ik super vervelend. Ik gebruik het ook altijd als ik wil opnemen. Nou, ik die zenderinformatie weer terug opgezocht. Dus helemaal goed. Maar toen had ik hem dus al een paar keer van de week gereset. En dat wou niet. Toen heb ik gisteravond heb ik het weer gedaan. Was het ook niet gelukt. Toen heb ik het knopje van de modem uitgezet. En daarna had ik weer zenderinformatie. Ja, ik vind het zelf gewoon heel fijn. Omdat ik het ook altijd gebruik moet opnemen. Dus nou ja, goed. Dat is in ieder geval weer terug. Daar ben ik wel blij mee. Ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. En ik heb eigenlijk nog geen kleding gepakt voor morgen. Maar dat doe ik morgen vroeg wel. Dus dat komt wel goed. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 29 april. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen boodschappen doen. Ik had jullie vorige week verteld dat ik vandaag naar de IKEA zou gaan. Maar mijn coachie appte gisteren dat het geen goed idee was. Want er is gisteren gebleken dat er best wel veel lange rijen stonden. In het nieuws heb ik het alleen van Primark gezien. Ze hebben IKEA wel genoemd. Maar er was heel veel drukte geweest. En ze zei ook het is mijn vakantie. Dus het is beter om daar eventjes mee te wachten. Nou ja, een beetje vakanties, daar zit ik niet meer zo in. Want dat is voor mij heel lang geleden. En ik weet wel dat ze met Koningsdag sowieso vrij zijn. En met 5 mei. Dus ja, ongeveer weet ik het wel een beetje. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik heel erg teleurgesteld was toen ik dat hoorde. Ik snap het aan de ene kant wel dat ze dat zegt. Maar ik had me de hele week al heel erg op verheugd. Want ik had ook echt dingen nodig bij IKEA. Dus ja, ik was best wel een beetje teleurgesteld dat dat niet doorging. Maar ja. Ik heb gisteren, waar doen ze het van, gekeken. Ben ik aan het terugkijken, want er is gewoon niet zo heel erg veel op tv wat ik leuk vind momenteel. Het was ook voetbal, dus er was ook op SBS6 niks. Tenminste, dat interesseerde mij niet. Dus ik heb dat gekeken. Toen ben ik met mijn artikel aan de gang gegaan. Heb ik tot heel laat aangewerkt. Toen heb ik Grenzenland gekeken en toen oogappels en dat was heel erg leuk. Ik heb net wel gelezen dat als Ajax zondag kampioen wordt, het zonder publiek gaat zijn. Dat er geen publiek aanwezig is. Ook best wel jammer. Maar blijkbaar is dat toch niet zo goed uitgepakt met publiek het afgelopen weekend. Dus dat gaat ook niet door. Dus dat was verder mijn avond. Niks bijzonders of wat dan ook. Ik ga zo even de boodschappentassen naar beneden halen. En dan ga ik hier even stofzuigen, de kattenbakken scheppen en ook een paar schoenen halen. Want je kan niet op je sokken naar de supermarkt. En dan om 13:45 zou mijn coach hier zijn. Dus kan dan nog even wat doen. En dan zie ik jullie wel gewoon weer als ik terug ben. Want ik heb verder ook niet zo heel veel te melden nu. En dan straks eerst maar weer boodschappen doen. Want de week is alweer zo om. Zo, ik ben inmiddels alweer eventjes terug thuis. Maar we hebben nog even koffie gedronken. Want ik moest nog even wat telefoontjes doen. Dus nog even wat gekletst. Katten zitten nu lekker te eten. Laat ik jullie zo even de boodschapjes zien.
Het is best wel frisjes, dus ja, ik heb het wel een beetje koud. Ik wacht alleen tot hun het denk ik op hebben. Mickey is al klaar. Zo gaat dat hier dus, want nu gaat zij dus naar de bak van Muis. En Muis gooit het vaak ook op de grond. Het wordt gewoon al een beetje donker, maar het is natuurlijk ook best wel een regenachtig dagje. En je merkte ook gewoon dat het best wel druk was, gewoon in de straat al. Weet je, je merkt dat de winkels weer open zijn, dus ja, dat merkte je wel. Nee, Mickey, niet doen hoor. Ik zal eerst even mijn datumtje goed zetten. Ik moet even in de gaten houden dat Mickey er niet heen gaat. Ik kan alvast de tassen een beetje hierheen schuiven. Het was ja, best wel weer volle tassen ook. Ik moet straks nog wel even wat drinken ook van boven halen. Ik ga gewoon lampjes aan doen. Kan mij het schelen. Ik vind het zo donker hier. Niet doen, Mickey. Dat vind ik niet lief. Nee? Klaar. Nou, ik kan het wel gaan laten zien, want hun zijn klaar. Ik ben bij Niel geweest. En bij Niel heb ik Harry Potter's meegenomen. Die ga ik maandag eten. Ik heb weer even de spekreepjes meegenomen. Dus ik was door die van de Aldi alweer bijna heen. Ik heb weer even kattenvoer meegenomen. Dit keer heb ik de blauwe variant meegenomen. En dit is dus niet vegetarische. Dan heb ik een pakje gehakt. Die is eigenlijk voor maandag. Die doe ik even in de vriezer. Want die is tot en met 1 mei. Want ze waren deze aan het afprijzen. Dus die doe ik gewoon eventjes in de vriezer. En ik heb een chill trui met van de Lidl. Want ik vind dat wel lekker voor 's avonds. Weet je, zo'n trui op zondag gewoon lekker relaxed. Dus die heb ik even meegenomen. Dus dat was de Lidl. Nou, ik heb ook weer even mijn rookspullen gehaald. En bij het kruidvat kwam ik deze tegen. Die vond ik wel heel erg leuk. Want hier kun je dus van ja, koekjes in doen. En ja, allerlei andere dingen. Je kunt er van alles insteken. En ik wilde eigenlijk gewoon nog een goed potje waarin het vers zou blijven. Hier staat het ook wel leuk in. En even een heel belangrijk item. Dat waren de wattenstaafjes. Want die had ik op. Ik heb altijd deze in zo'n potje. Bij de klus nam ik hier dat mee. Chocomel. Kattenbrokken. Uiteraard boontjes. Dat is ook geen verrassing meer. Aardappelschijfjes. Een bakbotertje. En een kipfiletje. Die ga ik strakjes eten. Want ik heb ook een broccoli voor straks. Dan ga ik even koken. Dan heb ik ook een chutje. 2 keer. Want die van mij waren al op. En als laatste nog een pakje met suiker. Want die had ik ook bijna niet meer. En ik was ook even langs de HEMA geweest. Want ik moest fineliners hebben. En die heb ik daar gevonden. Dit zijn gewoon van die zwarte fineliners. Heb je er 12 voor 2 euro. Dus prima te doen. Ik ga nu even mijn boodschapjes opruimen. Dan ga ik eventjes nog relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan even koken. Oh, ik heb een sneetje in mijn vinger. Ik denk nou, of morgen. Vandaag of morgen gaat de nagellak er ook af, want ik heb nu chips. Vanavond heb ik weer Chateau Meiland. En daarna ga ik misschien nog even een aflevering kijken van waar doen ze het van. Want je hebt verder niks. 10 voor 12, dat lijkt me niet echt leuk. Ik heb het nog niet gezien, maar het is nog niet dat ik zeg jippie. Het lijkt me leuk. Dus dat ga ik, ga ik nog even verder kijken. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Misschien dat ik nog een vast stukje van de video doe. Moet ik eventjes kijken. En voor de rest ga ik Grenzenland verder kijken. En dan heb ik weer Zonnestad. Dus dat wordt het. Dus ik ga even een flesje drinken halen. Dan ga ik dit even naar boven brengen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 30 april. Ik ben klaargemaakt.
En ik deed net nogal een schokkende ontdekking, want ik keek net toen ik mijn rolgordijn omhoog deed bij mijn raam en er zitten allemaal kleine spinnetjes. Dus die gaan we zo verwijderen, want ik ga toch lekker de slaapkamer doen. Maar dat vond ik niet zo leuk, dus dat was even minder. Maar ik ben gisteren nog uitgemaakt voor een man en dat heb ik jullie nog helemaal niet verteld. Maar ik moest een telefoontje doen en je hangt bij de eerste instantie nu heel lang aan de lijn. Het is gelukkig wel een gratis nummer, dus dat maakt het minder erg. Maar je hangt zeker 20 minuten aan de lijn voor je iemand te spreken krijgt. En ik had op een gegeven moment iemand aan de lijn. Ik heb mijn burgerservice nummer doorgegeven en mijn, ja, wat nog meer? Mijn, geboortedatum. En hij zegt, nou meneer. Ik zeg, meneer? Ik zeg, nou, maak er maar mevrouw van. Toen bleef hij heel lang stil aan de lijn. Oh, sorry. Ja. En toen zegt hij, ja, maar voor wie belt u dan? Ik zeg, ja, voor mezelf. Ik dacht, nou, deze man die is in de war. Deze man die moet het werk staken voor vandaag. Het is 4 uur. Ik weet niet tot hoe lang jullie werken. Volgens mij tot een uurtje of 5. Maar volgens mij is het tijd om nu op te houden. Want ik voelde me gewoon een beetje beledigd. Ik dacht, klink ik als een man? Klinkt mijn naam als een man? Ik dacht, nee. Maar goed. Ik heb verder gisteravond Chateau Meiland gekeken. Was weer genieten. Daarna heb ik nog een aflevering van Waar doen ze het van gekeken. Dus dat was ook wel weer leuk. Toen ben ik mijn foto's gaan bewerken en ja, toen ben ik daarna Grenzenland gaan kijken en lekker Zonnestad en dat was zo spannend. Dus ik heb wel een heerlijke avond gehad. Ik heb ook lekker gegeten, alleen het was eigenlijk iets te veel, want ik doe op donderdag niet zo heel veel. Ik had nu ook geen broodje meegenomen bij Lidl, want ze hadden helemaal niks meer liggen. Ik ben wel heel dol op de pompoenpitbroodjes van de Lidl, maar ik had dus niks meegenomen. Daar was ik nu wel blij om, want ik zat eigenlijk gewoon, ik was gewoon echt heel goed gevuld zeg maar na het eten. Dus ik was eigenlijk net iets te veel. Dus dat was verder mijn avond. Ik ben ook een heerlijk boek aan het lezen, dus daar geniet ik ook van. Maar nu ga ik zo genieten van het schoonmaken van de slaapkamer. Want ik vind het heerlijk om eventjes mijn kaptafel op te gaan ruimen. Want dat is een bende van ellende. Want ik gebruik de hele week door make-up en dat leg ik dan weer op die kaptafel. En aan het einde van de week ruim ik het pas op. Dus zelfs vandaag. En ik ga even kijken of de zwarte was droog is. Want dan kan ik sowieso even een nieuwe aanzetten. Waar ik mee ga beginnen is om tenier stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Maar ik ga eerst de spinnetjes weghalen. Want dat is echt een doorn in mijn oog. Dus ik ga jullie er gewoon weer bij zetten. Dus tijd om wat te gaan doen. Thank you.
helemaal klaar. Heerlijk. Zelfs mijn was is al klaar, dus die kan ik straks ophangen. Ik heb al een deel van de zwarte was eraf gehaald. Ik kan straks die witte was bijleggen. De achterste is nog niet droog, maar ik gok dat dit ook... Oh nee, het is nog nat. Oh, dat had ik me een beetje op verkeken. Maar volgens mij was het niet heel veel witte was. Dus nou, ik kan even kijken. Misschien kan ik wat dingen van hier nog naar daar verplaatsen. Maar dan moet ik maar even kijken. Ik heb mijn nieuwe dekbed overtrek erop zetten. Die andere dan. Die ene had jullie al gezien. En nu heb ik dan deze erop zitten. Good night, Mickey. Met leuke dingen. En dat vind ik dan altijd zo leuk. Want dan heb je zeg maar aan de achterkant. Omdat je hem dubbelzijdig kan gebruiken. Heb je hier de sterretjes met Mickey'tjes. Dus super leuk. Ik ben er super blij mee. Ga ik lekker onderslapen vannacht. Ik ga straks even mijn nagellak verwijderen. Want die is heel lelijk nu. Kijk allemaal witte plekken. Dus dat gaat er straks lekker af. Het zal nog wel even een drama worden. Want volgens mij veeg ik nu net over mijn bril heen. Ja. Ook die glitters moeten eraf. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Mijn camera is leeg. Dus ik pak even mijn telefoon erbij. Dan ga ik douchen en koken. En dan ga ik levenslang met dwang even kijken. Dat moet ik nog terugkijken. En daarna... Wat ga ik daarna doen? Oh ja, ga ik eens even kijken naar First or Last. Ik weet niet of het leuk is. Mijn moeder zei dat het wel leuk was. Dus ik wil het wel eens gaan kijken. En ik moet ondertussen nog een artikel schrijven. En de video moet nog in elkaar gezet worden. Dus daar ben ik gewoon druk mee. Ik ga wel verder nog met Grenzenland en met Zonnestad. En morgen ben ik niet thuis. Want morgen ga ik naar mijn vader. We gaan even naar de stad. Ik moet ook even mijn microfoon ruilen voor mijn camera. Dus ik hoop dat dat goed gaat. Want het is natuurlijk al heel erg lang geleden. Maar ja, door de lockdown kon het niet. Dus we gaan daar gewoon even kijken. En dan ga ik daar gezellig eten. Dus, maar goed, dat is weer voor morgen. Ik ga nog wel even koffie van boven halen. Want ik heb wel zin in een speciale koffie straks. En ja, dan zie ik jullie ook gewoon morgen. Want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even uitrusten, want ik ben het zat. En de batterij opladen. En ook even het kaartje leeg. Want ik denk dat die ook wel bijna vol zit. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede morgen. Het is zaterdag. Het is 1 mei. Ik ben klaargemaakt. En het is vroeg. Het is 10:55. Mijn vader en zijn vriendin die komen zo. Gaan we hier even een bakje koffie doen. En dan gaan we even naar de stad. En ik ga ervan uit dat het super druk gaat zijn. Dus ik denk niet dat we heel veel kunnen doen. Maar we gaan wel eventjes kijken. Dus dat is de planning. En daarna ga ik mee naar hun huis. En dan gaan we daar gezellig eten. Dus... dat is voor vandaag de planning. Ik denk niet dat ik jullie echt heel erg mee kan nemen. Want het zal wel druk zijn overal en zo. Maar goed, ik heb wel even een geintje uitgehaald met de vriendin van mijn vader. Want zij heeft helemaal niks met Martien Meiland. Dus ik dacht, ik doe even mijn Nibelle shirt aan. Dat vond ik gewoon even leuk. Gisteravond heb ik even levenslang met dwang teruggekeken. Ja, heftig altijd hoor. En daarna First or Last. En dat vond ik eigenlijk verrassend leuk. Ik had niet verwacht dat ik dat zo leuk zou vinden. Maar het was echt heel erg leuk. Dus dat heb ik lekker gekeken. Ja, verder eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik ben mijn foto's gaan bewerken. Ik heb de video in elkaar gezet. En toen ben ik een serie op Netflix gaan kijken. Grenzenland. En daarna Zonnestad. En daar kneep ik hem even. Want er hing iemand aan een hijskraan. Nou ja, een soort, nee, het was niet echt een hijskraan, het was een soort kraan. En die man die heeft hoogtevrees. En ik voelde het gewoon mee, weet je. Ik voelde ook die hoogte. En ik heb eigenlijk helemaal niet echt hoogtevrees. Ik bedoel, ik stap best wel in hoge achtbanen. Luchtballon vind ik helemaal niet erg. Helikoptervlucht heb ik een keer gedaan. Ik zou nooit bungee jumpen of een parachutesprong doen. Dat gaat me te ver. Maar hier had ik ook wel eventjes iets van, heftig. Dus ja, was verder een prima avond. Ik was wel ver al voor de wekker wakker. Dus aan de ene kant, ja... goed, maar aan de andere kant dacht ik al, ik kan nog slapen, weet je. Maar goed, ik ga het even stofzuigen en even schoenen pakken boven. Want ja, je moet wel mijn schoenen naar buiten. En ja, ik kijk of ik jullie nog echt ergens mee kan nemen. Ik zie jullie sowieso weer als ik terug thuis ben. Maar ik denk dat het een beetje lastig gaat worden. Dus ik ga wel even kijken hoe en wat. Maar ik ga nu eerst even wat doen. We zijn tussen 10:45 en 11:00. En het is nu 10:50. Dus tijd om even gauw wat te doen. Thank you.
inmiddels ben ik weer thuis. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik heb niet heel veel gefilmd. Het was inderdaad best wel druk in de stad. Maar we hebben gewoon 1,5 meter aangehouden. En verder ook niet echt... Nee, niet, de winkels die we niet in moeten zijn we niet in geweest. Dus dat was verder eigenlijk allemaal wel goed. We hebben wat dingetjes gehaald. Ik denk dat daar nog wel een shoplogje over komt. Ik ga nu even douchen. Dan ga ik eventjes straks nieuws kijken. Ga ik even nog aan de vlog werken. En dan ga ik straks weer verder met Grenzenland en met Zonnestad. Dus ja, ik ga dan nu mijn dingen doen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Dat was in ieder geval, ik heb het heel gezellig gehad. Dus dat was ook wel fijn. Het was fijn om weer wat meer vrijheid te hebben. Maar ja, het was eigenlijk gewoon allemaal wel een geslaagde dag. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is zondag. Het is 2 mei. En ik zit op de bank. Want het is bijna tijd voor Ajax. En we kunnen nu echt kampioen worden. En daar heb ik zin in. Ik zit nu wel naar een lege tribune te kijken, want ja, we hebben geen publiek. Dus ik ben heel erg benieuwd of Ajax het gaat waarmaken vandaag. En ik ben ook wel blij, want ze zenden het nu ook gewoon echt uit. Want dat deden ze nu ook bewust, omdat het dus de kampioenswedstrijd is. En omdat er ook geen publiek heen kon, dus voor de alle Ajax-fans kunnen ze dus nu gewoon lekker thuis kijken. Ik heb net even gevideobeld met mijn oma, dat was ook super leuk. Was ook wel een beetje emotioneel, want dat zag ik gelijk aan haar. En... ja, ik vond het wel eventjes even fijn, want ja, ik loop de laatste tijd best wel een beetje ermee rond, zeg maar, dat ik heel erg bang ben, omdat ik niet naar mijn oma toe kan, dat ik misschien te laat ga zijn. En ik wil niet zeggen dat ik denk dat ze binnen nu en ja, een korte tijd niet meer is, maar ja, ze is natuurlijk wel op leeftijd, dus er kan altijd wat gebeuren, dus daar ben ik best wel een beetje bang voor. En daar maak ik me dan ook een beetje zorgen om. Dus het was wel fijn om even te video bellen. Ze snapte helemaal niks van de nieuwe technologie. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar het was wel even heel gezellig. Ik wil nog wel even terugkomen ook op gisteren. Want ik was natuurlijk even naar de stad geweest. Nou, winkels als Primark. Daar kon ik ook gewoon echt niet in. Er stond een hele lange rij. Dus dat heb ik ook niet gedaan. Ik wilde even mijn bril recht laten zetten. En toen bleek dus eigenlijk dat ze nog op afspraak werkte. Uiteindelijk hebben ze hem wel recht gezet. Omdat ik dat mijn vader gaf ook aan van ja, dat ik er niet vandaan kwam. En dat ik eigenlijk altijd afhankelijk ben van iemand om mee te gaan. Dat ik niet zomaar eventjes een afspraak kan maken en daarheen kan komen. Kijk, als ik van tevoren had geweten dat ze bij de opticien nog op afspraak werkte, had ik natuurlijk gewoon een afspraak gemaakt. Maar goed, dat wist ik gewoon echt niet. Dus die is uiteindelijk wel gewoon even recht gezet. Dat was wel heel fijn. Ik heb even een cadeautje voor Lente gekocht, want ik sprak Nathalie laatst. Toen zei ze al van, nou, het shirtje wat je van tante hebt gekregen met de pinguïns pas je niet meer. En toen zei ik al zo van, nou, dan moet tante maar weer een keer iets nieuws kopen. Dus ik kwam hier toevallig iets tegen. Ik vond het zo leuk. Ik dacht, nou, dat koop ik voor Lente. Het is nog wel iets te groot. Ik ga het nog niet laten zien, want ik weet nog niet wanneer ik Nathalie ga zien. Dus ik zou het jammer vinden als ze het dan uit de vlog moet zien wat ik voor Lente heb gekocht. Dus dat houden jullie dan nog te goed als ik Nathalie ga zien. Ja, verder was het op zich, ja, het was gewoon wel heel druk. Ze hadden wel eenrichtingsverkeer in de grotere straten. De kleine, smallere straatjes mocht je dan wel van twee kanten in. Dus dat was een beetje gek. Ik heb verder eigenlijk ook weinig gekocht. Ik heb even wat dingetjes bij het Kruidvat gehaald. Die kan ik straks nog wel even laten zien. Ik ben even naar de Action geweest. Daar ga ik dan nog een shoplogje over maken. Maar ja, dat was het ook. En nou, we hebben gewoon lekker gegeten. Dus nou, het was allemaal ook wel heel gezellig. Maar je merkt wel echt gewoon gelijk dat het druk is. Ik heb wel mijn microfoon teruggebracht, want ik had een microfoon gekocht vorig jaar bij de Mediamarkt voor mijn spiegelreflexcamera. Die was kapot, want daar zat ruis op. En die moest ik dus terugbrengen, maar het was al even spannend van, gaat dat lukken, ja of nee? Want het, ja, het zat, ik was al ruim over het jaar heen. Maar ja, goed, ik zei ook van, ja, weet je, jullie waren natuurlijk ook dicht. En nou, die jongen deed ook echt helemaal niet moeilijk. Ik kreeg gewoon direct mijn geld terug, toen kon ik een nieuwe gaan uitzoeken. Ik heb wel gekeken bij de Mediamarkt, maar ze hadden alleen maar weer hetzelfde merk en die wilde ik niet meer. Ik heb nu een ander merk in mijn hoofd die ik graag wilde, dus daar ga ik later nog even naar kijken dan. Maar dat ging eigenlijk wel, dat was, wat dat betreft werd dat wel heel goed opgelost. En ik zei ook, moet ik nou weer in de rij gaan staan? Want bij de Mediamarkt waar ik was, zit bij de ingang zit ook gelijk zeg maar de balie waar je ding kan terugbrengen. Zei hij, nou, voor mij hoef je niet weer in de lange rij te gaan staan. Dus toen kon ik eigenlijk in één ruk doorlopen, dus dat was wel heel fijn. Maar goed, dat is het. Ik ga zo wel eventjes mijn voeten veilen en ook even mijn nagels veilen, want ik had een scherp randje. Ik heb mijn teennagels ook nog niet gelakt, dat doe ik vanavond gewoon. Verder heb ik gisteravond nog even gekeken naar Grenzenland. Daar heb ik vanavond geloof ik de laatste aflevering van in Zonnestad en dat was ook allemaal wel heel leuk.
Maar goed, ik ga straks even de groentes afhalen en mijn vlees klaarmaken. Ik ga wel even foto's maken, maar ik ga nu eerst even genieten van Ajax. Want ja, ik heb er heel veel zin in. Dus ik laat je straks nog even zien wat ik dan bij de Kruidvat heb gekocht en wat ik heb, wat ik ga fotograferen. Dus dat is het dan ook voor vandaag. Zo, we staan voor met 1-0, dus dat is heel erg fijn. Maar ik zou jullie even een spulletje van het Kruidvat laten zien. Ik heb hier allereerst een handdoekje voor het sporten. Dit is een ijshanddoek. En dat is dus heel erg lekker als je dan hebt gesport. Dan kun je die nat maken. Dan heb je dus een ijshanddoekje. Dat is nu nog niet echt nodig, maar dat komt straks wel met... ja, als het echt heel warm is, dan heb je gewoon een lekker oud ijskoud handdoekje. Ik heb deze nieuwe concealer gekocht van Essence, want hier ben ik heel erg benieuwd naar. Ik heb hem in de 10 light. Deze komt nog in de nieuwe producten van Essence ook in de video. Maar ik wil nog even wat producten bijbestellen via het internet, want je hebt hier niet zo heel erg veel. En ik had even de oogcreme gekocht. Het is wel de verkeerde, want ze hadden hem alleen van 35 plus. Nou, ik ben nog niet eens 30, maar goed, het is wel anti-rimpelcreme. En ja, die vind ik gewoon heel fijn, want die van mij die gaat best wel hard. Dus die heb ik in ieder geval even meegenomen. Ik ga nu eventjes de dingetjes naar boven brengen. En dan ga ik boven even producten uitzoeken voor de foto's. En dan laat ik je die zo meteen even zien. Zo, ik heb even wat spullen gepakt. Ik wil hier even foto's van maken. En dat is dan eigenlijk gewoon puur eventjes voor de verpakking. Want dan kan ik ze gewoon de komende tijd even gaan testen. Want ja, het zijn 4 kleurtjes. Dus die ga ik in ieder geval vast even op de foto zetten. Dan heb ik hier een Light Luster Suimerspray van MUA. Of MUA. Best zelf. En nou, er zit een, ben ik wel benieuwd naar. Ik heb deze mascara van de Iconista. En dit is de High Volume High Care Mascara. Hier zit dan hempseed olie in. En ik heb hier twee nieuwe lipproducten van Labello. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Dit zijn de Caring Lip Oil Glossy Finish. En dit is de Claire Glow en de Dress Nude. En dit zijn dus gewoon van die producten die gewoon een hele verzorgende werking hebben. Dus hier ga ik even foto's van maken. En dan ga ik ondertussen verder ijs kijken. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Zo mensen, ik heb vanavond een berg afwas. Want dit moet allemaal afgewassen worden. En er komen ook mijn eetspullen nog bij. Dus daar heb ik vanavond nog wel eventjes mijn handen vol aan. Ja, wij zijn kampioen. Ja, wij zijn kampioen. Yes, ze hebben het gedaan. Ja, het was niet een hele moeilijke wedstrijd hoor, ik bedoel. Emme, weet je, staat vrij laag. Dus je weet eigenlijk al als je in deze wedstrijd begint, het moet wel heel raar lopen, willen ze dit niet winnen. Uiteindelijk is het 4-0 geworden. Ik zie nu wel de beelden bij de arena buiten. Die gaat straks ontruimd worden, dat kan niet anders. Want ze lopen daar met vuurwerk, ze lopen dicht op elkaar. Het zijn hele grote groepen. Politie loopt er ook al bij, dus ik denk dat er nog wel het een en ander gaat gebeuren. Dus de politie denk ik dat die vanavond nog wel wat werk hebben. Ik weet ook niet of we de huldiging nog gaan zien eigenlijk. Want volgens mij moeten ze straks weer door met de volgende wedstrijd. Maar ja, het is gewoon leuk dat we hem nou toch weer in de pocket hebben voor de 35ste keer. Hè? Ik kreeg ook gelijk al een melding van nu. Alleen ja, op een gegeven moment is het niet zo spannend meer. We staan met 4-0 voor en dan weet je, nou ja, we hebben hem gewoon. Dat is wel gewoon superleuk. Dus lekker. Ik heb ook de groenten helemaal afgehaald. Ik heb het vlees al klaar. Alleen ik had het gehakt gisteravond uit de vriezer gehaald. Dat was ik dus vergeten. En dat was eigenlijk iets te laat. Want het was eigenlijk nog een beetje wat harde stukken in van het vriesgedeelte. Maar ik heb er wel ballen van kunnen draaien. Die liggen nu in de koelkast. Dus die worden wel zacht. Foto's zijn klaar. Was ik ook niet heel erg lang mee bezig. Was ook wel lekker. Ik heb de verwarming al een tikje aangezet. Want ik heb het gewoon koud. Dus dat wordt straks heel lekker warm douchen. Daar heb ik wel zin in. En ja, vanavond ga ik wel weer kijken naar deze quiz is voor jou. Want Stefano Keizers doet mee. Dat vind ik altijd wel leuk. Het programma daarna lijkt me niet direct fantastisch. Maar je hebt op België nog wel weer Flikker Maastricht. Het zijn natuurlijk wel herhalingen. Maar misschien dat ik daar nog wel even naar ga kijken. Ik weet het gewoon nog niet. Ik ga wel even kijken. Maar in ieder geval dat ga ik wel doen. Vanavond ga ik verder met de foto's bewerken. Ik moet ook nog even bezig met een persbericht. Maar ik moet even allemaal kijken wanneer ik alles ga inplannen. Want ik heb nog wat extra artikelen staan. Dus dat is nog even een gepuzzel in mijn hoofd. Ik ga de laatste aflevering van Grenzenland kijken. En dan ga ik vanavond weer verder met Mokromafia. Dat vind ik ook wel weer spannend hoor. Ook wel weer leuk.
Ja, verder gewoon een lekker relaxed avondje. Ik vond dit ook wel heel lekker, gewoon zo'n relaxed dagje. En dat vind ik altijd wel fijn van de zondagen, gewoon weet je, omdat het iets relaxter is. Dus ja, dat is dat. Dus ik ga vanavond wel even mijn nagels doen, want ik heb ze nu, zit er helemaal geen lak meer op. Dus ik moet nog even gaan kijken wat ik erop wil doen. Ik ben er nog niet over uit. Dat ga ik vanavond dan even doen en dan is dat het ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik ga nog even kijken of we krijgen te zien of er nog de schaal al wordt uitgereikt. Normaal zou er natuurlijk ook nog een huldiging zijn in Amsterdam. Ik ga ervan uit dat die niet plaatsvindt. Het lijkt me logisch. Dus ik ga daar nog even naar kijken. En dan ga ik even een beetje lekker relaxen. En dan ga ik me, ja, gewoon een relaxed avondje tegemoet. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 3 mei. Ik ben klaargemaakt. Mocht je denken, meid, wat knipper je met je ogen? Ik heb net een mascara borstel in mijn ogen gehad. Dus dat doet gigantisch zeer. Maar ik heb een situatie hier. En ik weet eigenlijk niet of ik het jullie nou heb verteld. Dus het kan zijn dat je denkt, joh, ik heb dit al gehoord. Ik kwam er vorige week achter. Mijn kliko's, die staan beneden. Omdat ik dus boven zit. Dan staan die kliko's beneden. Toen kwam ik erachter dat er dus een hele grote steen aan mijn kliko's lag. Er is gegraven een beetje in het tuintje en er lagen dus allemaal planken. Dus nou ja, toen kwam mijn coach donderdag en die zag dat ook. En die zei, die ging er even bij staan kijken. Die zegt, nou, het is gewoon in de fik geprobeerd te steken. Want er kwam een rooklucht vanaf. Nou, dus daar moeten we even wat mee doen. Even bij de woningbouw. Dus ik had de woningbouw gebeld, ik heb mijn verhaal gedaan. Die zouden mij terugbellen. Dat hebben ze dus vanochtend geprobeerd. Alleen blijkbaar bellen die dus anoniem. En ik heb anonieme telefoontjes uitgeschakeld. Omdat ik momenteel helemaal dol word van al die energieleveranciers die je bellen. En dat je gewoon op de raarste momenten weer zo'n telefoontje krijgt met anonieme beller erin. En ik was er gewoon klaar mee. Want elke keer schrok ik me rots die telefoon weer afging. En ik heb er gewoon geen zin meer in. Dus ik heb dat uitgezet en toen hebben ze mijn voicemail ingesproken, maar blijkbaar is die hele melding verkeerd doorgekomen, want hun hebben begrepen dat mijn kliko in de fik is gestoken en dat is niet het geval. Dus ik weet nu niet zo goed wat ik moet doen, dus ik denk dat ik maar even ga afwachten tot ik donderdag mijn coach zie en het uur even met haar ga overleggen, want ik weet nu eventjes niet welke weg ik moet bewandelen. Dat is een beetje vervelend. Ik heb mijn nagels gedaan, ik heb roze gedaan. Dat is dit lakje, hij is al vrij oud hoor, want deze komt uit de Step Into Magic Wonderland collectie. Het is een Melted Chrome nagellakje. Is ook al lang niet meer te koop. Het is de kleur 02 Pink Dreams Are Made of This. Dus die heb ik opgebracht. Ik heb gisteravond weer gekeken naar. Deze quiz is voor jou. Was wel weer leuk. Ik heb er even meegedaan. Daarna heb ik nog even Flikker Maastricht op België gekeken. Want er was niet zo heel veel meer. Ik heb uiteraard wel nog even de huldiging van Ajax gekeken gisteren. Dat was ook weer een mooi moment. Ook wel weer echt zo'n kippenvel moment hoor. Dan voel ik het ook echt wel. Maar ja, dat was heel mooi. Ik heb mijn foto's al bewerkt. Dus die staan klaar. En toen ben ik de laatste aflevering van Grenzenland gaan kijken. Nou, het was al een vage serie. De laatste aflevering was ook super vaag. Dus als je me vraagt, zou je hem aanraden, zeg ik nee. Maar ik wilde dan toch wel weten hoe het uiteindelijk afliep. Maar ik vond geen goede serie. Dus ik moet vanavond op zoek naar een ander. En ik weet nog steeds niet wat ik wil kijken. Dus dat wordt nog even een dingetje. Ik heb wel heel erg, die pijn in mijn rug, die wordt steeds erger. Het zit echt, volgens mij, mijn schouders zitten gewoon heel erg vast. Als ik het al aanraak, doet het pijn. Ik zit nu 's avonds. Ik heb een tijdje geleden bij de Action een soort van klein massageballetje gehaald. Die draait rond. Dus daar zit ik 's avonds een beetje over mijn schouders en zo. En dan voel ik de pijn ook heel erg. Alleen, je kan niet bij alle plekken komen, omdat het natuurlijk je rug is. Dus dat is een beetje lastig als je het zelf doet. En het is minder ontspannend, omdat je dus toch je hand gebruikt. Ik denk dat het op je been of zo prima is om het zelf te doen. Maar je rug is toch wel een ander verhaal. En ik ben ook nog verder gegaan met Mucromafia. Dus dat was ook mijn avond. Verder niet heel bijzonder, maar was wel lekker. Ik ga nu zo even stofzuigen en de kattenbak scheppen. En dan ga ik eerst een video opnemen, want dan is dat klaar. Dan ga ik daarna even lekker bullet journalen. Dus dat is eigenlijk verder ook de planning. Niet heel bijzonder, maar gewoon nou, een beetje basic. Dus ik ga even wat doen en dan ga ik eerst even de video opnemen voor zaterdag. Dan is dat ook weer klaar. Zo, de video staat er inmiddels op. Ik ben nu alles even aan het terugstoppen in het mandje, want ik moet terug mijn stash in. Maar ik denk niet dat ik dat nu ga doen,
Want ik wil de lipsticks die ik had laten zien ook nog even toevoegen aan mijn lijst. Want ik weet niet of ik dat al had gedaan voor mijn lipsticklijst. Dus ik stop nu alles gewoon even netjes terug. En dan mag ik zo eerst kots gaan ruimen. Want Tijgertje die zat net weer wat te eten. En dan gaat ze dus overgeven. Dus dat ga ik eerst doen. Dan ga ik even wat drinken. Want ik ben continu mijn stem kwijt. Ik ben net weer gebeld door de woningbouwers. Dus ik heb nu even het anonieme uitgezet. Zodat als ze weer bellen ik hem wel kan oppakken. En dan ga ik even bullet journalen. Dus ja, het ging in ieder geval wel vlot. Dus daar ben ik wel weer blij om. Kijk, ik ben inmiddels eventjes bezig geweest met de nieuwe doodles, maar ik hou er nu mee op voor vandaag, want de katjes moeten ook zo eten. Maar ik heb dus dit al getekend, want ik ga eventjes laten zien. Dit zijn nu de doodles voor deze maand, die we moeten tekenen, dus dit is ook wel heel erg leuk. Maar ik heb dus deze fineliners nu geprobeerd, die ik bij de Hema had gekocht, en die zijn echt fantastisch. Zie je die dikke strepen, hoe mooi dat is? Echt heel erg fijn, heel erg blij mee. En ik heb er volgens mij 12... Ja, ik heb 12 van die fineliners en ze waren 2 euro. Nou, dat is weer een hele goede koop geweest. Zo, de vriendjes van het goede leven hebben hun eten ook weer op. Ik heb even gebullet journaled, maar niet zo heel erg lang, want ik moest een paar telefoontjes doen. Ik heb uiteindelijk namelijk de woningbouw gesproken. En ik moest nog even mijn verhaal doen. En dat heb ik gedaan. En die man zei van, nou, dan moet hij toch bij de gemeente zijn. Dus, nou ja, ik heb de gemeente gebeld en mijn verhaal daar even uitgelegd. En toen vroeg ze ook van, is het uw eigen tuin of is het de gemeentetuin? Ik zeg, nou, volgens mij gemeentetuin, want het tuintje wordt bijgehouden door de Grespo. Maar hun gaan dat nu oppakken, dus ik hoef daar nu verder niks aan te doen. Dus het is gewoon afwachten wanneer ze dat gaan oppakken. Ik weet niet hoeveel tijd ertussen gaat zitten, maar ik denk dat het nu opgeruimd wordt. Maar het is dus eigenlijk zo met problemen daar. Bij kliko's en zo moet ik gewoon bij de gemeente zijn. Ja, en daar leer je weer van, weet je. Als je niet zo goed weet hoe je die weg moet bewandelen. Het is ook mijn eerste huis waar ik kliko's heb. Ik was dat nooit gewend, want de woonplaats waar ik ben opgegroeid, daar moet je altijd zakken hebben. Die werken nog met vuilniszakken zonder kliko's. De woonplaats waar ik daarna woonde, die hadden wel ook wel kliko's. Maar dat waren van die ondergrondse, zeg maar. Die hoefde je niet zelf aan de weg te zetten. Die werden gewoon geleegd. En ja, deze moet je dan zelf aan de weg zetten. Maar het wordt in ieder geval opgepakt, dus dat is het goede nieuws. Maar ik ben wel super blij met die fineliners. En ik vind het wel lekker dat ik eventjes al even met de doodles aan de gang ben geweest. Ik heb nog eventjes dan het van Amaart ook afgemaakt in mijn grote boek. En dan ga ik woensdag heb ik weer wat langer rond bullet journalen. Was nu natuurlijk ook met de video moest opgenomen worden. En een paar keer mijn stem kwijt. Dus dat was ook niet altijd even handig. Maar het is allemaal wel weer goed gekomen. Dus dat is fijn. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Want die rug die is echt niet fijn meer. Ga ik straks douchen en dan ga ik koken. Ik heb vandaag... Oh, ik moet nog wel even naar boven zo meteen. Nog even een shootje. Dat kan ik gelijk wel even doen, want nu zitten de katten hier.
Maar ik ga dus haricot verts maken. Okay, wacht even hoor, want anders gaat dit niet. Kijk, het past net niet, zeg maar. Zeg maar niet dan. Maar anders gaat Nicky weer naar boven. Maar ik heb haricot verts met gehaktballetjes en rostirondjes. En dit zijn nu ook de laatste rostirondjes. Even kijken hoor, welke tas moet je dan hebben voor het shitje. En deze. Ik heb hem al. Dus ja, dat ga ik straks lekker maken. Dus ja, ik heb wel zin in. Gewoon, nu is het allemaal weer een beetje ook normaal natuurlijk. Vorige week was het allemaal even iets anders. Zo, is dat ook gelijk weer geregeld. Dan ga ik vanavond lekker in goede tijden kijken en... help mijn man is klusser. Daarnaast de tijd voor de meilunch. Ik heb het idee dat het de laatste aflevering is. Dus ik ga het zien. Ja, dan ga ik eventjes mijn artikel schrijven. En ik moet eigenlijk nog even kijken. Want ik heb nog een persbericht die online moet. Maar ik heb ook nog twee extra artikelen. Maar die kan ik ook de volgende week en die week erop nog inplannen. Dan ga ik een nieuwe Netflix serie uitzoeken. En dat weet ik nog niet. Dus... dat hoor je morgen wel. En dan ga ik nog eventjes verder met Mokko Mafia. Dus dat wordt verder mijn avond. Niet heel bijzonder, maar gewoon lekker. Dus ik ga nu relaxen en dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 4 mei. Ik ben klaargemaakt. En het is natuurlijk vandaag dodenherdenking. Ik sta er altijd wel bij stil. Ondanks dat ik het gelukkig niet heb meegemaakt, maar ik ben altijd wel stil. Ik weet dat André van Duin vanavond op de Dam zal spreken... maar dat zal ik wel in Hart van Nederland zien, want ik ga eigenlijk kijk ik altijd op RTL 4 omdat Goede Tijden dan erachteraan komt. Dus zo doe ik het altijd, zeg maar. Maar goed, het is altijd wel eventjes de dag om bij stil te staan. Ik heb gisteravond gekeken naar Help Mijn Man is Klusser en oh jeetje, wat was dit heftig. Het was een gezinnetje en hun bovenverdieping was niet af. Deze mevrouw die was 4 maanden geleden bevallen van hun tweede kindje en ze sliep met dat kindje beneden. Die man sliep boven. Nou, waar die sliep dat weet ik niet, want ik heb geen bed gezien, maar er was ook 1 deur op slot. Alleen John en zijn team die konden ook niet via de voordeur gewoon naar binnen toe, want het hele huis dat hing rondom dat huis hingen allemaal camera's heen. Dus ze moesten echt langs de struiken, zodat die man niet kon zien op zijn telefoon dat er dus iemand binnen zat. Nou, toen gingen ze dan boven kijken en toen belde die man van haar op. Ja, er komt binnen nu in 30 minuten een pakketje. Kun je die aannemen? Is een verrassing voor jou vanavond. Nou, dat hele pakketje is nooit gekomen. Dus ja, of het controleren was, ik weet het niet. Het was heel raar in ieder geval. John ging die man confronteren en hij wilde eigenlijk niet meewerken. Hij reed gelijk weg in zijn auto. Zijn vrouw heeft hem uiteindelijk nog wel kunnen overtuigen dat hij mee zou werken. Maar wat een rare situatie. Uiteindelijk is de bovenverdieping wel mooi afgekomen. Alleen die gang niet. Of het, de hele gang, ja. Heet dat een gang boven? Nou, ik weet het niet. Maar dat was niet af. En ging nog allemaal elektriciteit los. En daar waren die klussers eigenlijk ook niet echt tevreden over. Maar, nou ja. Het was een aparte aflevering. Daarna heb ik Chateau Meiland gekeken en dat was ook de laatste. Er komt gelukkig wel een 6e seizoen, dus wat goed! Maar dit was ook wel even wennen, want ze waren weer terug op het chateau. Dat was met Pasen, want ze zouden daar ook iemand krijgen die dan het chateau zou kopen. Die zou dan komen tekenen. Dat ging uiteindelijk weer niet door. Maar dan gingen ze daar met z'n allen eigenlijk afscheid nemen en schoonmaken en zo. Dus dat was ook wel leuk. Nieuwe Netflix-serie ben ik nog niet begonnen. Ik zie nu dat mijn batterij leeg is, dus die ga ik even op de oplader doen. Dan ga ik eventjes verder filmen met mijn telefoon. Wat een ellende altijd met die batterij. Ik had hem voor gisteren helemaal opgeladen dat ik moest filmen. Maar dan had ik hem dus vannacht dus eigenlijk weer op de oplader moeten leggen. Maar goed. De Netflix-serie. Ja, ik had dus Anne Plus gekeken op Netflix. Want dat wilde ik al een tijdje eigenlijk wel zien. Ik wist dat dat op NPO 3 was geweest, maar... ja, eigenlijk nooit gevolgd. Dus dat stond nu op Netflix. Dus dat had ik even gekeken. En dat, ja, dat zijn maar 6 afleveringetjes van op zijn hoogst 12 minuutjes. Dus dat kijk je ook in 1 keer uit. Was op zich wel leuk om te zien hoor. Maar ja, niet echt bijzonder. Dus vanavond ga ik wel echt een nieuwe serie starten. En ik heb ook wel weer naar Mokro Mafia gekeken. Mijn artikel is online gekomen. Ik heb zelfs het persbericht nog in kunnen plannen voor vandaag. Die staat ook al online. Dus wat dat betreft heb ik nog best wel veel kunnen doen. Maar... Gisteren ging ik naar bed en dan ga ik altijd even alle deuren controleren. Dus ook de voordeur
of dat die echt goed dicht zit. En toen keek ik naar boven, toen had ik in de hoek een spin, dus die had ik al weggehaald. Toen kom ik op de slaapkamer, dan zie ik dus aan mijn gordijnroede, zie ik ook weer van die kleine spinnetjes hangen. Dus ik weet echt niet waar die spinnetjes vandaan komen. Dus dan moet ik echt eventjes achter zien te komen, want ze zaten nu weer langs mijn raam. Ik heb vrijdag alles schoongemaakt van die spinnen, dus ja, daar ben ik niet zo heel gelukkig mee. Maar goed, ja, dat is eventjes afwachten waar die dus vandaan komen. Ik ga nu even een was aanzetten. Dan ga ik de kattenbakken doen. En dan ga ik eventjes door de regen naar buiten om mijn vuilnis weg te gooien. Dus ik ga wel lekker nat worden, denk ik. Want het regent echt super hard. En dan ga ik de douche in de gang doen. En zet ik jullie er even bij als ik mijn was ga opvouwen. Want ik kan eerst even de batterij opladen. Dus tijd om wat te gaan doen. De katjes hebben net hun eten op en dat kon ik wel merken, want ik had nu het nieuwe pak aangebroken. Ja, en dat ging natuurlijk monster, want dit was geen vegetarische meer. Dus nou, ik ben blij dat dat nu ook wel weer heel goed ging. De laatste dag ging het sowieso wel weer wat beter hoor, maar nou ja, ik was alleen straks even boos. In mijn kliko, daar is dus afval in gedumpt en het is hier zo, je betaalt afvalstoffenheffing, afvalheffingstoffen. Dat is een moeilijk woord eigenlijk. Maar je betaalt dus van die kosten en daarbovenop betaal je ook nog voor elke keer dat de kliko geleegd wordt. Dus mijn afvalkliko, die probeer ik zo min mogelijk aan de weg te zetten, want het kost me toch per leging 8 euro. En ik probeer het allemaal zo plat mogelijk te maken, maar nu heeft er dus iemand een hele volle vuilniszak ingegooid die dus niet voor mij is, want dit was een blauwe vuilniszak. Zo. Ik gebruik geen blauwe vuilniszakken, dus daar was ik een beetje boos over. Dus ja, ik heb in eerste instantie de gemeente wel gebeld, maar die konden niks doen. Ik had mijn coach ook even een appje gestuurd. Die zei wel, we gaan het donderdag wel even oppakken, want daar gaan we wel even wat mee doen. Maar ja, ik baalde er wel een beetje van. Dus daarom was ik een beetje boos. Maar goed, ik heb wel alles afgekregen. Lekker gestofzuigd, de douche is weer lekker schoon. De was is er dus af. Ja, daar is die leeg. Hier is die leeg. Dus als het goed is, kan deze weer opgeklapt worden. Vind ik ook wel fijn. Alleen voor deze week wordt de planning even iets anders. Maar daar vertel ik je in de volgende week vlog wel wat meer over. Ik ga nu lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan eten. Dan ben ik klaar voor als we stil moeten zijn. Dan kijk ik Goede Tijden. Dan kijk ik dat programma met die chefs. Maar ik ga het eerst even opzoeken. Want ik ben het weer vergeten. En anders dan denk je, oh meid, waar heb je het over? Ik ga even kijken hoor. Ach. TV-gids, waar heb ik hem gelaten? Zo lekker soms, hè, niezen. Maar er komt altijd stof in je neus. Het duurt altijd een beetje lang voor die gaat laden. Snackmasters heet dat, dus dat ga ik kijken. En om 9:30 heb je een nieuw seizoen van 4 handen op 1 buik. En daar heb ik ook heel veel zin in, dus dat ga ik ook lekker kijken. Ik ga ook nog eventjes, dat ga ik opnemen, dat levenslang met dwang. Dan ga ik vanavond de vlog verder afmaken, de foto's bewerken voor morgen. En dan ga ik op zoek naar een nieuwe Netflix serie. Dus daar ga ik straks al even een beetje naar oriënteren. En dan heb ik vanavond weer Mokromafia, dus dat is het ook. Ik ga zo eerst even wat drinken, want ik heb een droge mond. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat dus een rode button. Daar kun je ook op klikken en daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding. En dan krijg je, zodra er van mij een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan even je duimpje omhoog. Dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!